3, 2, 1. Wow! Dat is kei cool, man. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we 3 superleuke aankondigingen. En ik zal beginnen bij de eerste. Ja. Wij gaan vandaag alle regels verbreken in een springkasteel. Klopt. Maar omdat in een springkasteel een beetje saai begint te worden. Dat is waar. Dachten we gaan gewoon ons eigen springkasteel maken. Next level. We gaan gewoon daar alle regels verbreken. Het ziet er goed uit. We gaan jullie nog even in spanning laten afwachten. Samen met Bram, want we hebben heel veel mensen die op bezoek komen vandaag. Die mee gaan doen met de video. En Bram die mag als eerste zijn reactie geven op het springkasteel. Ben je klaar? Ja. Jij mag het als eerste zien samen met de kijker. 3, 2, 1. Oké, wacht even. Huh? Andere kant. What? Wonderful. Nee, Bram, jij begint al aan de video. Dat is punt 2. Niet met schoenen op het springkasteel. Ja, maar dat is toch wel goed dan? Alle regels verbreken? Ja, nee, maar vandaag niet. Ja. Ik ga zeggen dat het niet mag. Dus oh, ben jij de baas? Ik kijk gewoon hoe jullie omgaan met het. Wow. Ja, de tanden zijn iets witter dan normaal. Ja. Maar dat is niet erg. Zo ziet het er dus uit. Hier hangen de veiligheidsregels. Punt 1. Alleen onder toezicht van een volwassene 18 plus gebruiken. Zeg jij dat? Dat ben ik. Oké. Voor we rondleiding geven... Dat mag je niet op. Dit is geen 4 jaar. Voor we rondleiding geven in het springkasteel, gaan we eerst de rest halen, toch? Ja, sowieso. Oké, stop maar. Allemaal op een lijntje staan. Jullie mogen kijken in 3, 2, 1. Wow! Man. En het is cool. Helemaal voor jullie vandaag! Yes. Ja, kijk. Die doen spontaan. Voilà. Het verschil tussen goed op de voet en Bram. Je bent er al in geweest, hè? Nee. Jawel. Is die bril noodzakelijk voor jou of niet? Liever dan uitdoen, want dat zijn de veiligheidsregels. Regel 2. Geen schoenen, brillen en scherpe of hete voorwerpen. Dus jij mag ook niet in het springkasteel. Dank je. Geen hete voorwerpen. Wie een regel verbreekt en ik zie het, die ligt eruit. Dus je mag ze niet verbreken? Je mag ze wel verbreken, maar stiekem. Ja, maar... Ah, en jij moet die zien. Nee. Dat is leuk. Voilà. De regel staat daar, dus lees ze maar goed. Was het jou op mijn neus te porren? Laura, wil je van Serena haar neus blijven? Dit is de ingang. Dan heb je hier een leuke boog. Ik wil daarop zitten. Daarop zitten? Ja. Volgens mij is dat de regel zo. Ik was een smugger. Als je daar op gaat, dan ga je de regels overtreden. En wij zijn. Wat? Je mag elkaar niet worstelen en ook niet duwen. Niet duwen! Haha! Michiel, you kijk niet! Ah! Oh! 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 De bas! Het is wel groot als ik erin sta. Het is niet waar ik erin sta. Kijk, nee, dat mag niet. Oh, kom je daar niet op? Nee, ik ben hier om de regels uit te leggen. Mag je daar niet op? Nodig. Bram, licht uit het kamer. Ga dat niet op? Eruit! Moeder heeft eten op het springkasteel. Oké. Het is wel duidelijk. Iedereen vindt het leuk. En het wordt nog leuker, want puntje 2 van de video. Jullie kunnen het gewoon huren voor jullie verjaardag. Communityfeesten. Dus wil je graag het semi-springkasteel voor 1 dag of 2 dagen of voor een volledig jaar in jouw tuin? Check dan de website van Jump Studio. En ja, dan kan je het huren. That's it. Heb fun ermee. Voilà. Een springkasteel met strenge regels. En er is een nieuwe regel. Oh. Kijk, door het te gebruiken leer je altijd bij. Regel 13. Bram is niet toegestaan. Ik was toegelaten, maar ik werd afgeleid. Ik nodig iedereen uit om de nieuwe regels te komen lezen. Bram! Spider-Man! Je mag niet aan de buiten wandelen. Oh, wat? We gaan Bram vervoeren. Bram, moet naar de regel komen. Niet roken. Niet roken? Nee. Niet roken is regel 4. Bram. Wat is regel 13, Bram? Bram is niet toegestaan. Welke Bram? Iedereen die Bram noemt. Sorry, alle Brammen. Niet worstelen of elkaar duwen. Heb je al gedaan. Niet op de buitenwanden klimmen. Heb je al gedaan. Helena had een bril op. De helft had schoenen aan. Nee. Oh, nee. Dat is niet waar. Bram die sprong erin met schoenen. Nee, Bram. Niet aan of in de netten hangen. 3, 2, 1.
Moeten wij geen regel 14 schrijven? Ik vind dat we dit aan het zwembad moeten zetten. Ja! Vrouw, je moet het zwembad. Ja, ik heb dat ook idee. Die springt spontaan het zwembad. Check deze beelden. Hier heb ik een bal, daar is Bram de doelman. Als ik het kasteel raak, abonneer jullie allemaal op ons YouTube-kanaal. Laatste schot. Oh, de ja, meter! De mensen die mij kennen, die weten, laatste schot bestaat niet. Bob, kan je dit gebruiken als gewoon één shot? Dat mensen niet zien hoe slecht ik ben? Nope. Wacht jullie nu op eten? Ja? Ja. Ja, ik heb gebeld. Maar, de dokter! Oh la 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 la! Ja! Pizza, ben jij de courier? Hallo, nee, even serieus. Nee. God, maar. Nee, even serieus, kom. Er wordt niet gegeten op het springkasteel. Rap, dank u. Lara, rap. Hier zat je gewoon ernaast. Nee, dat is op het springkasteel. Oh, jullie zijn irritante klanten. Dit bedoel ik dus. We zijn nog maar net bezig. Er liggen hier al resten. Van wie? Laura. Niet goed. Waarom heb jij een mes mee, mevrouw de pizzabakker? Om de pizza te snijden. Ja, dat mes mag niet binnen een straal van 1 meter van het springkasteel. Of dat mes komt terug bij jou, hè? Non capisci, io parlo italiano. En terwijl iedereen aan het wachten is op een drankje, hebben we nog een leuke mededeling. Want op 22 maart spelen we met een Belgisch team tegen Creators. Bram doet mee, dus we winnen sowieso. Celine doet mee. 22 maart in het stadion van Lommel. In de beschrijving kan je de link vinden. Alles is voor het goede doel. Ik wens Nederland veel succes, maar veel kans gaan ze niet maken. Dus laat weten in de reacties wie zien we daar. Wordt superleuk en hopelijk kunnen we veel geld ophalen voor het goede doel. We hebben al heel vaak wedstrijden gespeeld met Kom Och, dat is het goede doel. Ja, Bram, hoeveel geld gaan we ophalen? Ik hoop toch een 5.000-6.000 euro. Ik richt naar het 10. Dan doe ik de 15. 15? Nee, nu gaan we stoppen, want... Hoe meer, hoe beter natuurlijk. En dit is trouwens de achterkant van het springkasteel. Zo hebben jullie dat ook eens gezien. En hier gaan we terug. Kijk, het leuke detail. Vrede. Je hebt het niet gefilmd, hè. Nu wel. Peace. De wereld zou zoveel mooier zijn, Bram. Met wat meer vrede. Oh! Davy per te. Wat? Davy per te. Drank voor jullie. Hoe? Ik was waar opgezocht, hè. Google Translito. No, no, no. Italiano. Oh. Easy, maar kom. Bram is de enige die hem gedraagt nu. Ik kijk nu naar de veiligheidsregels. Hey, hallo, standaard. Ja, hallo. Bram, ik heb een snip voor jou. Ik heb een nieuwe regel. Wie de regels overtreedt, moet in het zwembad. Ja, wie de regels vanaf nu overtreedt, die wordt in het zwembad gegooid. Het is tijd voor een challenge. Wie wil beginnen? Ik. Jij? Je drukt zelf op start en stop, maar je laat de phone liggen. 3, 2, 1, actie! Go, 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 go. Hartje. Oh! 5 minuten 18. Wat? 5 seconden 18. 3, 2, 1, hup, Lara, zwijg! Oh! Emma! Oh! Kan het nog trager? 7-0-3. Oh! Dat is goed, dat is goed! 4-85. 3, 2, 1, go! Oh. Ja, dat was snel! Oh. 5-0-1. Oh, is het traag? Oh, hoe traag? Hoe traag? Snelste tijd ooit! Ik was zo snel dat ik niet eens op je zin. Celine gedisqualificeerd. Laat eens weten in de reacties. Zeggen jullie springkasteel of springkussen? Op de veiligheidsregel staat dat springkussen. Come on! Oh, die is snel, die is snel. Oh. Ja! 4-23. Maar ik moet nog. Go! 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 Ja! 3-48! Nee, oké, okay. ik had vals gespeeld. Gaat niet. Je hebt de tijd al ingesteld, hè? Maar zij geloven het. Ja. Laura is in shock. Ja, is ook. Nu echt de tijd van Michiel. Als je klaar bent, mag je starten. Go! Go! Werden doen! Kom aan! Kom aan! 20:45. Nu voor echt. Go! Go! Ja! Ja! Hup! Allee! Nee, allee! Ten sporten!
ja, stop en start en tijd en 5 en 5 minuten. Bram, jij bent de challenge proficiat. Yes! En je krijgt geen applaus te zien, maar wel pizza. We hebben iets gezien. Ik denk dat iedereen wel weet dat Michiel 2 meter en 10 is. Klopt. En wie zit er in het springkasteel? Michiel Ballenbout! Kom er nu uit! Ballenbout! Kom er nu uit! Kijk dit. 18 plus. Nee, naast. Niet roken. Nee. Hier. 1.8M. Instructies onduidelijk. Max 1.8 Michielen. Wat wil dat zeggen? Nou? Ja, mensen tot 1.80 meter erop mogen. En andere mensen nu! Dat is het zwembad! Ja. Je mag niet in mijn eigen springkasteel. Nee. Mijn springkasteel, mijn regels. Oh! Dus, dit... Klopt niet. Max 10 personen. Klopt niet. Heb je feestje met 30? Geniet ervan met 30. Wat is dit? Boek. Lezen is toegestaan. Nee, dat is saai. Lezen. Ah. Ik ben echt dom. Ja, ik zie het omgekeerd. Ja, sorry. Dat is geen excuus. Bram. Die breekt het af, hè. Ik ga het anders spreken, kasteel. Die bal is veel te agressief. Ik ben de kinder. Oh, dat is duwen en worstelen. Ja, allebei een zwembad. Ja, echt. Allebei een zwembad. Worstelen en duwen. En drinken op springkasteel. Bram. Oh. Bram, nee. Tot gaan, ja. Bram. Jij moet het zwembad. Oh, dat was smooth. Maar jij moet het zwembad. Je hebt de regels bewust overtreden. Nu zoals mij. Niet normaal, hè? Nee. Springkasteel stond zo. Ja, hoe stond het? Really? Ja, goed. Dus Bram, we gaan het springkasteel 3 meter vooruit schuiven. En jij gaat met de glijbaan in het water. En het is ijskoud. Heb je verduwd. Krap maar aan je kopje. 5 minuten. We hebben het springkasteel opgeschoven. Nu staat het perfect. Bram, die wil al een beetje nat zijn. Dus we gaan het springkasteel niet nat maken, maar wel Bram. Oh, brr. Is het warm, Bram? Ja. Oh, Bram is klaar. In 3, 2, 1. Wacht. 5. 4, 3, 2, 1. Oh! Wow, ja! Die man! Hij doet het! Nu ga je nooit meer de regels overtreden, hè, Bram? Anyways, kijk, Bram die is er nog. Het belangrijkste, vond je niet leuk? Ja! Nee, Bram die wordt woest, hè? Nee, we gaan niet. Bedankt om te kijken en wij zien horen volgende video. Peace! Die man is gek geworden. Bram is gek geworden. Lopen! En mochten jullie nog iets zien tussen alle waterdruppels, bedankt voor al jullie steun. We vinden het trouwens heel geslaagd. Nu ga ik snel naar binnen, want Bram die is helemaal gek aan het worden. Peace!